Thijs van Kam en ik ben geboren op 4 januari 2010. Ik ben Stefan van Kam en ik ben geboren op 4 januari 2010, maar ik ben krek 3 minuten ouder. En wij zijn een tweeling. Dat is tweeling. Ja, tweeling. Hushin. De deze ondergang? Ja, best. Even uitlaten, even vangen. Welke door we eronder? Door de Shukuima. Best. Man? Ja? Wat moet er gebeuren? Even een na-uitlaten ronde. Want ik ga juist deze programma kort, maar ik wil graag de hoor uitlaten naar een onderzetten. Ziet je een rinkje tussen mijn thuis? Van mij nee. Ik kan hoor misschien. Ik zal zetten die rinkje. Misschien die rinkje. Ik hoop dat ze goed past. Maar jongens. Ja? Vervelen jullie hem in Wolles? Nee, nee. Maar hij zet nou even de oren uit later onder. Want deze uitlaat die mij die bochtje van, dan krijgt me net zo goed onder. Maar je hebt altijd wel wat te dwalen. Ja. Ja. En dat het radbaar is. Dan ben je hier niet hakken, vol een beetje ontsleutelen en dat spul. En dat het mooi waar is, dan ben je vaak aan het krassen of de boer aan het helpen. Een kimbo stil zitten? Nee, nee. En Sjen, als er nog een sleutel in je ogen, of een sleutel zie je bedoel ik. Maar Matthijs, wat is er nou typisch voor Stefan? Dat het al weer precies goed maakt. Nou is dan het hele werk, dan hij is liever een hele dag bezig om het goed te krijgen en dan snel even na te krijgen. En eigenlijk lukt het net en gaat het de hele dag terug. Nou, het Stefan en naaie brommer. Ja. Wist u dan ik een beetje jaloers? Nee. Want ik had zelf ook een heel mooie hier. Die is ook nog maar krek. Die haast ik ja, nog deze die had ik nog net heel lang. Nou, je al hier of zo, denk ik. Zoiets. En ben je hem nou ook nog een beetje competitief, Tjinnelkoor? Dus waar gaat de snelste, de beste? Ja, ja, ja. Ja. En dan wedstrijdjes dwan. Dat hebben we juist al even hier, maar ik look erop en hij gaat uiteindelijk weer sneller. Dus wat krijg je misschien eerst in de wedstrijd te zien? Ja, dat kan wel. Maar je doet hem het dus voor? Ja. En wat is er nou zo mooi aan? Nou, gewoon door het paard en dan lekker vries. En gewoon gazian en geloed en gewoon machtig. En hoe gaat het, Matthijs? Ik ga al bij de keer won, dus dat ging goed. Ik ga nog een verkeerde tandwiel achterop, dus dat loopt hij net zo goed op. Maar Roos? En maakt het je hem nou wat uit waar het wint? Nee. Ik ben wel leuk om te winnen. Ja. Lekker, Luc. Nou ging mooi.